Goeiedag en welkom bij Stern. Vandaag gaan wij u met deze video de basisprincipes uitleggen aan het exterieur van uw nieuwe Mercedes-Benz. Laten we beginnen met de sleutel van de Mercedes. Deze heeft over het algemeen 2 of 3 knoppen. 1 om de auto op slot te doen, 1 om de auto te openen en de derde knop is als de auto een elektrische achterklep heeft om de achterklep van de auto via de sleutel te openen. De portieren van uw Mercedes zijn er in 2 uitvoeringen, met of zonder Keyless Go. Deze uitvoering heeft Keyless Go. Dit is te zien aan het chroom bovenop de handgreep. Keyless Go betekent dat u ook zonder de sleutel de deur kan openen. Door uw hand in de deurgreep te houden, gaat de deur open. En er zit aan de zijkant een klein vierkantje. Als u die indrukt, dan gaat de deur ook automatisch weer op slot. Afhankelijk van de uitrusting van uw auto kunt u de kofferklep op 3 manieren openen. De eerste is met de hendel die zich vaak onder de Mercedes-Benz-ster bevindt. De tweede is met de sleutel. Als dit een elektrische kofferklep treft, dan gaat die ook meteen open. En als derde kunt u de kofferklep ook openen en sluiten als u hands-free access heeft met een schopbeweging onder de bumper van links naar rechts. En dan zal die automatisch ook weer de kofferbak sluiten. De motorkap van uw Mercedes-Benz die kunt u openen met de hendel onder het dashboard. Deze vindt u onder het lichtknopje en als u even voelt, trekt u hem naar u toe en daarmee ontgrendelt u de motorkap. Om daarna uw motorkap te openen, kunt u onder de Mercedes-Benz-ster de ontgrendeling vinden. Deze gaat bij deze auto naar links toe en daarmee ontgrendelt u de motorkap. Onder de motorkap zijn een aantal zaken belangrijk voor u om te weten. 1 is dat de meeste auto's tegenwoordig geen pijlstok meer hebben. Dit gaat tegenwoordig digitaal via het MBUX infotainment systeem. Verder zit vaak met een blauwe dop de ruitenwisservloeistof. De accu kunt u terugvinden door de grote rode pluspol. En de minpol die zit altijd op een geaarde plek op het chassis. En verder zit er natuurlijk altijd wel nog op de motorkapafdekking de vuldop voor de motorolie. Om de motorkap te sluiten pakt u de motorkap aan de bovenkant beet en deze trekt u naar beneden totdat uw armen op ongeveer een horizontale lijn zitten. Daarna kunt u de motorkap stevig dichtgooien. Mocht de motorkap niet goed sluiten, duw hem dan niet dicht, maar maak hem even opnieuw open met de hendel onder het dashboard. De tankklep van uw auto bevindt zich respectievelijk links of rechts van uw Mercedes-Benz. Om deze te openen ontgrendelt u de auto met de sleutel of met de Keyless Go. Daarna kunt u aan de achterkant van de tankklep een beetje druk geven en daarmee opent u de tankklep. In de tankklep vindt u ook, behalve dan natuurlijk de tankdop, ook nog wat extra informatie, namelijk de bandenspanning van de auto met de inchmaat die u op uw auto heeft en altijd welk type brandstof dat er geschikt is voor deze auto. Bijna elke Mercedes-Benz heeft tegenwoordig ook comfortsluiting en comfortopening van de ramen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de openknop van uw sleutel ingedrukt te houden. En hiermee opent hij dan natuurlijk de deuren, maar ook alle ramen en als u een panoramadak heeft, ook het panoramisch dak. Om daarna alles weer te kunnen sluiten, drukt u gewoon heel makkelijk de sluitenknop in op uw sleutel. Daarmee doet hij de auto op slot en automatisch ook alle ramen en hij sluit dan ook het panoramadak.